Yo, mensen. En welkom bij deze nieuwe aflevering van de Vlogs. We zitten weer in de B-studio. Matras is nog steeds niet vergeven, hè? Dus, patreon.com/hiddenvlogs. Je kan nog steeds op dit matras slapen voor 100 euro per maand. Daarnaast zie je eenmalig 24 uur op dit matras doorbrengen. Maar ja, dus we zitten weer gezellig in de B-studio. Op deze mooie avond. Ik weet niet precies hoe laat het is. Het is avond. Dat kan ik in ieder geval zien. Want het is echt fucking donker buiten. En het enige licht dat we hier hebben is de lamp van de B-studio. De tafel, hè, staat ook nog steeds gewoon zo. Dus ik weet niet of die ooit nog goed wordt gezet. Maar dat boeit me niet. Maar goed, hè. Maar goed. Zoals jullie misschien een paar maanden terug, weet je wel. Best wel veel maanden terug. Meer dan een half jaar geleden, geloof ik. Toen ging ik in quarantaine. Toen zaten we in de quarantainebunker. En toen kregen we een care package opgestuurd, weet je wel. Het zat vol met Monster. Nou heb ik ondertussen echt al die Monsters al gedronken. Ik heb ze allemaal opgedronken, ik heb niets van gefilmd. Dat is kut. Maar, er is er nog één over. Eén speciale, die ik tot laatst heb bewaard. De Farmer's Oat. En zoals het al zegt, hè. How do you know if someone's vegan? Not to worry, they'll remind you. Every day. Dus het is een veganistisch blikje Monster. En ze maken grap over vegans. Dus ja, dat is tof. Dus ik dacht zo van, hè, laten we deze vandaag toch maar gaan drinken dan. Dus ik ga nu vandaag deze veganistische Monster drinken. Oké. We gaan deze drinken. Oké. Nou ja. Dus wij hebben hier deze vegan Monster. Monster Oatmilk Java Monster. Ik vind ze verder echt walgelijk trouwens, maar goed. Ik vind ze niet echt lekker, die Monster Java. Java Monster, maar ja. So be it. Dus deze gaan we nu openen. Het is moeilijk met één hand. Oh, hij gaat open. Yes. Oké. Hey. Onna van Onna Vlogs. Kijk, weet je wat ik hier heb? Ik heb hier een Java Monster Oatmilk. Dat is vegan. Oh, dat was Onno. Het leven van een vegan is zwaar, mensen. Fucking zwaar. En daarom gaan we deze maar drinken. Onze zorgen wegdrinken. Van alle verbroken relaties die ik nu heb, doordat ik vegan ben geworden. Nou ja, bon appétit. Ik kan hier heel duidelijk over zijn. Het is alsof je water met koffiesmaak zit te drinken. Afschuwelijk. In de Monster ranking zou deze helemaal onderaan komen te staan. Gadver, wat is het vies. Hoe kon Monster mij ooit zo teleurstellen? Maar goed mensen, in ieder geval, bedankt voor het kijken. Verbroken relaties, geen goede Monster, god voor wat een kutweek is dit. Nou ja, so be it. Gelukkig volgende week kunnen we nieuwe goede shit doen. Volgens mij bibbert deze camera, want mijn vinger doet pijn. Oké. Volgende week kunnen we hopelijk gewoon nieuwe goede shit doen en wel weer nieuwe vriendjes maken en zo en een goede Monster drinken. Dus in ieder geval mensen, please subscribe. Bedankt voor het kijken. En, gelukkig heb ik jullie nog. Laters.